Goedendag, ik ben Tarek Hopman, projectleider van het aardwarmteproject Maasdijk. We hebben vorig jaar contact gehad over het aardwarmteproject Maasdijk en we willen hierbij een update geven. Helaas kan het niet in persoon vanwege het COVID-19 virus en moet het met deze video. We hebben vorig jaar gesproken over het aardwarmteproject Maasdijk, waarmee we vanaf de Lange Kruisweg 26 zes aardwarmteboringen willen realiseren om zo het gebied Maasdijk te voorzien van duurzame warmte. En wij doen dit in nauwe samenwerking met de warmtecoöperatie Maasdijk. In de gesprekken vorig jaar hebben we gemeld dat voor de doorgang van het project het belangrijk is dat er genoeg warmte wordt afgenomen. En inmiddels kan ik u melden dat we genoeg contracten hebben gesloten om door te gaan met het project. Daarom hebben we ook de omgevingsvergunning van het project ingediend. Hier ziet u een afbeelding van de inrichting van de boorlocatie met in het blauw de waterbassins die daarna gebruikt zullen worden door de buren. In de oranje het aardwarmtegebouw waar ook de installatie in zal komen. In het lichtgroen de mijnbouwvloer en in het donkergroen waar de putten zullen komen. De omgevingsvergunning is nodig om te beginnen met de werkzaamheden op de locatie. En daarom ook belangrijk voor u als omwonende, want er worden ook namelijk normen ingesteld qua licht en geluid. Wat er nog niet in de omgevingsvergunning staat, zijn onderwerpen zoals bossage of eventuele geluidswallen. Onderwerpen waar we het met u afgelopen jaar over gehad hebben. Dit hoeft namelijk nog niet in de omgevingsvergunning te staan. En nemen we wel mee in het overleg komend jaar met u. Om zo tot een passende oplossing te komen. Als de omgevingsvergunning compleet is en er akkoord wordt bevonden door de overheid, dan wordt de vergunning deze zomer, medio 2021, gepubliceerd. En dan kunnen er ook zienswijzen worden ingediend door de omgeving, door u bijvoorbeeld. Nou, dit is een vrij technisch document en als er dan vragen zijn bij die tijd, dan horen we dat natuurlijk graag. Ook als er nu al vragen zijn over de omgevingsvergunning, komen we graag met u in contact. Hoe ziet de verdere planning van het project er dan uit? Allereerst gaan we de komende maanden verder met de financiële haalbaarheid van het project. En we gaan het project ook verder technisch uitwerken. Bijvoorbeeld, hoe komt de installatie er precies uit te zien? We zullen u dan ook, als er iets te melden is, meenemen. Het idee is dan dat we vanaf september de eerste werkzaamheden op de boorlocatie zullen verrichten met het aanleggen van de mijnbouwvloer. Om zo richting maart, februari de boring te kunnen gaan zetten. Dit zal een maand of zes duren om daarna de installatie verder af te maken. Het is misschien een beetje een lang verhaal geweest, maar ja, ik sta hier dan ook lekker in het zonnetje. Daarom hebben we voor u op www.aardwarmtemaasdijk.nl nog eens alle informatie op een rijtje gezet. En we zullen er ook de komende tijd updates plaatsen als die er zijn. Voor zover, als er nu nog vragen zijn, dan hoor ik u ook graag. Tot ziens!